geweldig natuurlijk. Dit maak je niet zo vaak mee in je leven en dat is prachtig. Of ik voor mezelf vind het mooi dat we uitgenodigd zijn om hier dit weer een keer te mogen doen. Een nostalgisch plaatje. De oud-kernploegleden van Noorwegen hier in beeld. En dit zijn onder aanvoering van Art Schenk de oud-internationals van Nederland. Zij gaan strijden, een wedstrijd over 7 ronden, een achtervolging. Aanwijzingen van de kleinste van de 4 van de Noorwegen, Per-Willy Guttormsen. En hier neemt Jan van den Berg nog even de start door. Wachten op het startschot. De Noorse ploeg is weg, de Nederlandse ploeg is weg. En nu maar afwachten hoe die strijd zich gaat ontwikkelen. Nederland rijdt met Art Schenk, Kees Verkerk, Peter Notet en Jan Bols. De Noorse equipe staat uit Fred Anton Maier, Roar Grønvold, Per-Willy Guttormsen en Bjørn Peter. En heel duidelijk is te zien dat de techniek nog wel aanwezig is. Misschien zijn de gewrichten allemaal wat roestiger geworden, maar soepel, nou niet echt soepel, wel keurig om te zien. Honey, Rusty, if you like. Rusty's how I look and Rusty's my name. If you're rooting my frame, call me Rusty if you like. Call me Rusty if you must. It isn't nice, but I admit that it fits. For a dead end, you're holding to bits. Call me Rusty if you like. Come on, Rusty, come on, Rusty, come on, Rusty. This is not the dream I dreamed when they first lit my fire. Line gold is string behind that musky rose high. Switching and hitching at everyone's call never occurred in my vision at all. But when they start the racing and you notice the steam, naar het Tialf Stadion. Terug van de beelden van vroeger naar de beelden van nu. Voorop Kees Verkerk, daarachter Peter Notet in derde positie. Art Schenk en de laatste man is Jan Bols. Het is nog steeds schitterend om naar te kijken. Prachtig glijdend. Inderdaad, die techniek, die verliezen ze nooit van hun leven meer. Art Schenk in derde positie. En hier even een beeld van de Noren, Maier, Grønvold, Guttormsen en Tveter. Het zijn toch namen hoor. Echt schitterend zoals ze vroeger ook gereden hebben. We kijken naar Peter Notet. Hij was ooit 3 op de Olympische Spelen, de 5 kilometer. Dat is natuurlijk altijd nog een prestatie. Hier bij Fred Anton Maier, Olympisch kampioen op de 5 kilometer in 1968. Het Nederlandse team, het Noorse team. De strijd die steeds maar doorgaat. En hier weer de Nederlanders. Met Notet, met Schenk, met Bols. En natuurlijk met Kees Verkerk. De tijd van Art en Casey. Nostalgie, jawel. Maar toch ook een tijd om echt niet te vergeten. Als laatste man rijdt hij nu, Kees Verkerk. En wat was hij samen met deze Art Schenk echt beroemd. Prachtige slagen. Tjonge jongen, in 6 slagen kan hij erdoor. En volgens Jan van den Berg rijden de mannen nog steeds op een gelijk schema, op een glad schema. Dat doen ook de Noren, waar Fred Anton Maier wat moeite heeft om bij te blijven. Maar wat wil je, bijna 50 jaar. Kreun valt hier in beeld, daarvoor Tveter. Nu echt even kijken hoe die mannen daar keurig in cadans rijden. Dat doet nog steeds ook die Nederlandse ploeg. Schenk die dan weer van kop af gaat. Bols die de koppositie overneemt. Wat heeft hij slechte herinneringen aan deze baan. Toen het nog niet overdekt was. En hij de wisselwachter die er toen nog stond aan de verkeerde kant passeerde. 2 keer een buitenbaan reed. Dat was in de tijd van deze coach, van Leen Vrommer. Gaat het goed? Ja, we liggen voor. 2 seconden ongeveer. Nou, zo moet het ook, hè? Zo moet het ook, zegt Leen Vrommer. En of deze mannen daar wel echt mee bezig zijn, wel, ik denk dat het meer een prachtige strijd is tussen oude vrienden. Verkerk en Guttormsen bijvoorbeeld waren echt vrienden. Guttormsen hier voorop rijdend. Het clownmannetje eigenlijk in die Noorse ploeg, die hele kleine, waar nu de langste man, Fred Anton Maier, toch moet lossen. We zitten langzamerhand in de finale van deze wedstrijd. We horen ze dadelijk dan die bel voor de laatste ronde. Daar is die inderdaad. De Nooren de laatste ronde in en onder leiding van Kees Verkerk gaat ook Nederland aan de laatste 400 meter beginnen. Kees Verkerk, Peter Notert, Art Schenk, Jan Bols. Dat is de samenstelling van de ploeg in de volgorde op dit moment.
En er kan nog steeds een lachje af. Dat kan het minder bij de Noren, waar Fred Antomaier inmiddels verdwenen is, waar Koetormsen rijdt, waar Grundvold rijdt en waar dan ook Björn Veter nog steeds in de wedstrijd is. De laatste volle bocht voor Nederland. Aan de andere zijde zit Noorwegen in die laatste bocht en dan wordt het nog een close finish. Wie van deze ploegen gaat de strijd winnen? Nou, een echte strijd is het niet meer, want Schenk deed zijn armen al de lucht in. Weliswaar iets te vroeg, want de Noren waren eerder binnen. 4-0-7 voor de Noren, 4-0-9 voor de Nederlandse ploeg. Maar ach, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het publiek heeft genoten van nostalgische beelden. Kees Verkerk en de anderen, zij zorgden ervoor. Toch wel wat een moeilijke trek op het gezicht bij Kees Verkerk. Zeker lange tijd niet op het ijs gestaan. En dan is het hard. Hard is het ook voor Art Schenk. Hij gaat zitten, hij gaat zelfs liggen. Ja, dat is echt de vermoeidheid die toeslaat. En ik denk dat Art Schenk nu voorlopig echt geen tijd voor een pafke meer heeft. En dat gebeurt hier dan allemaal onder het toeziend oog van Prins Constantijn. Was het weer een beetje even terug voor je? Nou, aan de benen te voelen wel, ja. Nee, het was geweldig. Het publiek is ook lekker in de sfeer. Dus een ideale avond om nog eens te verschijnen. Maar je moet het niet te vaak doen, hoor. Yvonne van Gennep heeft net fantastische resultaten behaald. Wat is de raad van Art Schenk voor Yvonne? In goede handen, met een stuk zelfdiscipline, denk ik dat ze daar zonder schade ook ander uitkomt. Maar er zijn zoveel onafhankelijke en afhankelijke factoren dat je dat nauwelijks kunt zeggen. Ik denk dat als je de organisatie van een gebeuren als dit vergelijkt met 15 of 16 jaar geleden, dat dat al heel anders is. Er zijn veel mensen die afhankelijk zijn van prestaties. En dan wordt het een beetje dubieus of je daar zelf nog controle op kan hebben. Hoe vind jij? Ja, ze is een fantastische meid. Ze kan ontzettend goed schaatsen. En ze heeft het op het juiste moment heel goed gedaan. En ik denk dat ze toch wel de mogelijkheden heeft om het allemaal bij elkaar te houden.